Erasmusbrug van Rotterdam bestaat deze week 20 jaar. Reden voor een feestje. Gisteren spraken we in 7 minuten met de ontwerper van de brug, Ben van Berkel. Vandaag kijken we terug op de bouw en opening van de Zwaan. Beelden en commentaar van de voorganger van TV Rijnmond, StadsTV Rotterdam. Terug naar de eerste constructiewerkzaamheden. En die hadden veel voeten in aarde. In 1993 werd op diverse plaatsen een begin gemaakt met de bouw van de Erasmusbrug. Onder andere in Vlissingen. In deze grote loods worden losse onderdelen van de pyloon gemaakt. Enorme staalplaten, soms wel 6 centimeter dik, dienen als de basis. Na precies op maten zijn gesneden met enorme branders, worden de verschillende platen aan elkaar gelast. Omdat de pyloon zo groot wordt, kan hij alleen buiten op het terrein in Vlissingen in zijn geheel in elkaar worden gezet. De pyloon, met een lengte van 125 meter, heeft dan al zijn uiteindelijke witte kleur, bestaande uit 4 verflagen die het staal tegen weersinvloeden moet beschermen. Ook zijn de aansluitpunten voor de kabels al duidelijk zichtbaar. Als de pyloon dan geheel in elkaar is gezet, wordt hij met behulp van enorme grote opleggers op een ponton gereden. Het ponton wordt later van Vlissingen vervoerd naar het Callandkanaal in Rotterdam. Dat geldt ook voor het 80 meter lange brugdeel, waar die pyloon aan vast moet worden gemaakt. In het Callandkanaal is de pyloon en het brugdeel vanuit Vlissingen aangekomen. Hier wordt de pyloon op het brugdeel geplaatst. Daarvoor is een van de allergrootste kraanschepen ter wereld nodig. Omdat dit schip te diep is om bij de Kop van Zuid te komen, moet dit karwei daarom hier worden geklaard. Het is een uiterst precies karwei dat vele uren in beslag neemt. De oranje constructie dient om de pyloon tijdens zijn reis naar de Kop van Zuid op zijn plaats te houden. Eerst wordt naar de monding van de Nieuwe Waterweg gevaren, vlak bij Hoek van Holland. Daar wordt het gevaarte gekeerd. En dan via Hoek van Holland, Maasluis, Vlaardingen en Schiedam naar de Kop van Zuid. Het is gelukt. We zijn in de diepste vaargeul van de Nieuwe Waterweg. Het commando volle kracht vooruit is gegeven. En de sleepboten die eerst achterlagen, die liggen nu voor. En dat betekent ook dat een klein bootje, dat tot nu toe alleen als duwbootje dienst had gedaan, nu daadwerkelijk aan het slepen is. 5 sleepboten nu dus actief op weg naar Rotterdam. En dat gaat in een lager tempo dan in het Callandkanaal. Want toen had men stroom mee en nu heeft men stroom tegen. En dat betekent dus dat met een gangetje van 2 à 3 kilometer per uur de reis voort wordt gezet naar Rotterdam. Ja, het is weer Rotterdam, hè. Vliegtuigjes, helikopters, veel publiek langs de kant. Want dit is mooi, dit willen Rotterdammers graag zien. Hotel New York op de achtergrond. De havendienst met de fonteinen Maaswater. En natuurlijk leuke rondvaartbootjes. En het reguliere scheepvaartverkeer. Wat deels stil is gelegd. Maar geregeld toch door mag. Rotterdam doet het weer. Heel langzaam komt de pyloon nu op haar plaats te hangen. En dat betekent echt passen en meten. Dat is centimeter, zo niet millimeter werk, want dat moet exact passen. Nu is het grote moment daar. De pyloon gaat straks op die pijler. Nou, dat moet denk ik een mooi, lekker gevoel zijn. Ja, hier in de buik. Echt in de buik. Beschrijf je wat dat gevoel is? Dat is vreugde. Als die nu geplaatst wordt en die staat, dat geeft voldoening. Het 23e brugdeel hing vanmorgen om 7 uur in de stromende regen al keurig klaar in de takels om geplaatst te worden. Zo dadelijk laat de taklift 1 op zijn positie zakken. Ja. Er zit op sectie 23 zit een vuizenconstructie. Als die vuizenconstructie de oren genaderd is, dan komen daar, ziet u daar vijzels staan. Ja. Door middel van die vijzels, die wordt op druk gezet, span je hem als het ware sectie tegen het bestaande gedeelte aan. En dan als die
vrij veel spanning staan, dan kan de bok kan los. En aan deze kant? Dan hangt die als het ware aan het vaste deel. Nadat het laatste brugdeel was geplaatst, gingen er nog maanden van afwerken overheen. Maar op 4 september 1996 was het dan eindelijk zover. De nieuwe brug kon worden geopend. En dan is in feite de brug geopend door het samenknopen van deze beide linten door de koningin. Daar gaat het gebeuren, onder het toeziend oog van burgemeester Peper. En het is misschien een beetje raar, de brug die open stond is nu dicht en omdat die nu dicht is, is de brug nu open. Zo logisch is onze Nederlandse taal. Het gezelschap. En na de officiële opening, lichtspel, muziek en natuurlijk vuurwerk. Na al het spektakel was het dan toch eindelijk tijd voor de echte ingebruikname. Lucas Bolsius, mijn toenmalige collega, verslaggever en thans burgemeester van Amersfoort, die stond zeiknat te regenen aan de noordzijde, dus op het vaste deel. En ik stond als verslaggever met een helm op het bewegende deel. Dat hing nog in de takels. Collega Ronald van Oudhuizen, die staat op de linkerkant, ik sta op de rechterkant. En nu komt het moment dat Radio Rijnmond elkaar de hand kan schudden. En wij hebben de linker en de rechter Maashoever met elkaar verbonden.